beste film van de afgelopen 10 jaar vond ik... Jachten, waar we ook zo meteen heen gaan. Niet It Great. Misschien The Social Network. Ja, het was gewoon allemaal zo ongemakkelijk dat je gewoon zelf ook een beetje zo... De beste film van de afgelopen 10 jaar vind ik La Vida Del. Ik had toen voor het eerst mijn eerste vriendin. Dus toen voelde ik heel veel herkenbaarheid en dat vond ik heel mooi. I, Daniel Blake. American Honey. In the Crosswind van Marty Helder. In de vorm van ongeveer 17 tableaux vivants. Oli tunne nagu ootakses kauneim suvi. Laatste jaar in ieder geval Cold War. Overduidelijk Interstellar. Ik heb er nog dagen over nagedacht wel. Moonlight, Her and Shame. Den Schuldige of the Guilty. Den Schuldige. Elke gelegenheid vind ik een filmgelegenheid. Het liefst lekker achterover gezakt en mijn schoenen uit. Ja, in mijn pyjama in de film. In de bioscoop. Dus. Ik vind het heel lekker om gewoon na werk even zelf naar de film te gaan. En dan is het echt een soort ontspanning. Dat vind ik altijd heel fijn. De beste scène voor mij is ook weer Interstellar. Als hij al die filmpjes binnenkrijgt van zijn kinderen. Ik moet eigenlijk gelijk denken aan die scène uit Suspiria. Waarbij de danseres alle kanten op wordt gegooid. Sowieso van Spring Breakers, als ze allemaal om de piano heen zitten. De krabbetjes in The Red Turtle, dat ze zo uit het zand komen zo. In Jachten, dat die kerk binnenloopt. En dat niemand eigenlijk, dat hij die kerk niet mag binnenkomen. Kom nu, wil je zien wat je maakt? Wil je zien wat je maakt? Hallo broeder. Wil je zien wat je maakt? Ja, je voelt zeg maar echt de onmacht. Dat is de scène waarin ze eigenlijk heel erg ruzie krijgen. Waarin die twee vrouwen uit elkaar gaan. En dat vind ik zo realistisch gespeeld. En dan hebben ze ook allemaal snot en tranen en zo. En dan denk ik, ja, dit is ook hoe het echt kan gaan. Dus daar was ik wel heel erg van onder de indruk. Welke film mij het engste gevoel heeft gegeven was Climax van dit jaar nog. Niet spoken of monsters of iets, maar gewoon de mens zelf en waar die toe in staat is. De grappigste film, maar dan iets recenter, vond ik Grans. En dat vond ik omdat ik het heel leuk vond dat het over trollen ging. En ook weer omdat het heel absurd was. We hadden een WhatsApp groepje en die heette La La Land Film Fanclub. Omdat we eigenlijk allemaal La La Land erg tegen vonden van. What? Stop! Ik zit nu in 2 groepsgesprekken. We hebben ook een cinefiel appgroep. In de app zegt iemand, zullen we naar de film gaan? En dan haken er altijd wel weer wat mensen aan. En daarna gaan we naar... Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Die heb ik ook 2 keer gezien. Play that again. Play what again? We hebben vandaag Inception en Black Swan gezien. En Black Swan... Ik was zo gestrest. Ik ben nu nog steeds een beetje tril gewoon. Echt, heel vaak kon ik ook gewoon niet kijken door die stukjes met die huid. En gewoon die hele fysieke dingen gewoon waar je heel naar van wordt. Goed. Cinefiel, van harte gefeliciteerd met jullie 10-jarig jubileum. Ik hoop dat ik nog 100 jaar mag komen kijken.